Nou, ik wist wel toen ik begon met fitness dat ik uh, nog even stand van had. Dat ik gewoon echt van alles kocht. De meeste ingrediënten of voedingsstoffen die in zo'n kleine multivitamine zitten, van uh, weet ik veel, 6 euro of zo, die je kan halen bij de action. Meestal zijn dat ook gewoon dingen die je totaal niet nodig hebt. Aan het begin wist ik niet dat het zo erg ging tintelen. Ja. Dus ik dacht: uh, steek mij dagcreme. dagcreme was niet goed of zo, weet ik veel. Nou, ik heb wel zoveel pre-workout genomen. Dat ik uh, dat begon te tintelen in mijn hoofd. En achteraf, toen ik me wat verder in ging lezen op internet of uh, YouTube-video's kijken. kwam ik erachter dat er heel veel op de markt is wat eigenlijk gewoon uh, onzin is. Deze video wordt absoluut niet gesponsord door de supplementenbranche. maar wij willen wel graag eerlijk en transparant zijn met jullie hierover. Goeiedag. Nou, vandaag even wat anders dan normaal. In deze video gaan we het namelijk hebben over de opwindende wereld van supplementen. Of je nu een ervaren sporter bent of net begin met je fitnessreis, supplementen kunnen een waardevolle toevoeging zijn om je doelen te bereiken en prestaties te verbeteren. De gemiddelde doelgroep waar wij de content voor maken hebben best wel aardig wat ervaring met supplementen en gebruiken dit ook op een regelmatige basis. We gaan het er dus vandaag over hebben van welke supplementen heb je nou echt nodig. Wat zijn eigenlijk de regelgevingen daarvoor? En gaan we het ook hebben over of je bepaalde supplementen wel of niet nodig hebt. Vandaag gaan we het ook hebben met dokter Diederik Smit over welke supplementen nou werkelijk nodig zijn voor de gezondheid van het lichaam en welke niet. Dus geniet van de video en kijk lekker verder. Ja, Diederik, um, allereerst laten we eens even kijken naar de basis. Uh, wat zijn supplementen eigenlijk? Um, supplementen zijn uh, stoffen. Ja, ik denk dat dat de breedste term is die je kan gebruiken. Die, eh, die op een of andere manier iets aanvullen. Want suppletie is letterlijk aanvullen. En dan iets aanvullen als het gaat om een orgaanfunctie. Of iets aanvullen als het gaat om voorraden van vitamines en mineralen. Of een bepaalde functie beïnvloeden. Zoals het omzetten van bepaalde eiwitten. Een functie zoals libido- of testosteronverhoging. Of een functie zoals stressverlaging. Ja, dat is denk ik de, de verzamelbak supplementen. Ja. Ja. Dus je moet best wel kritisch zijn op eh, wat je neemt, vind ik. Dat zijn we met medicijnen immers ook. En kritisch op wat we nemen, wat de bijwerkingen zijn en waar het voor dient. En als het nergens toe dient, schrijf als medicijn of als, als dokter geen medicijnen voor. En als je heel kritisch bent op het effect of het bewijs dat er is voor supplementen, dan zie je toch dat heel veel supplementen door de mand vallen en heel erg weinig bewezen hebben te doen. Of het bewijs dat er is, is heel dun of heel slecht of slechts op celniveau of bij muizen. Ja. Muizen en mensen zijn echt heel anders. Dus dat kan je niet van één op één vertalen. Of dat de studies gesponsord worden door, door, door de makers of de, ja, de verkopers van de producten. Ja, is dat niet onafhankelijk onderzoek? Nee, het is niet onafhankelijk onderzoek. In ieder geval niet in die mate of zo grootschalig, dat je dat als betrouwbaar aan kan nemen. Welke voedingsstoffen uh, heeft de gemiddelde Nederlander vaak een uh, tekort aan? Uh, als je een doorsnee maakt van de bevolking, vind je vooral tekorten in vitamine D, foliumzuur, uh, B12, ijzer. Ik denk dat dat de belangrijkste zijn. We zien veel calciumtekorten. Vitamine D en calcium hangen, hangen heel erg samen met elkaar. Dus als je genoeg hebt aan D, maar weinig calcium eet. dan schiet het ook niet op, zullen we maar zeggen. En andersom. Dat zijn, denk ik, de pijlers. En uh, zou je dan zeggen: van ja, je kan dan uh, dat blind gaan suppleren.? Want dat is eigenlijk het meeste wat er gebeurt in Nederland, natuurlijk. Dat er ja. blind gesuppleerd ja. wordt. Ja. Ja. Um, ja. Of zeg je dan van je kan beter. Nou ja, bij wijze van spreken een bloedtest laten doen. Ja. en dan daarna uh, op basis daarvan gaan suppleren? Ja. Um, het kan waarschijnlijk wel. De vraag is, doe je het niet voor niks? Is het niet een beetje overbodig en ben je je zakken niet aan het legen voor iets wat, uh, wat weinig nut heeft? Ja. Mijn advies zou zijn, praat met een diëtist of in ieder geval een deskundige, echt die je vertrouwt op het gebied van, van sportvoeding of gewoon voeding in zijn algemeenheid. Kijk wat je uit je normale voeding haalt en wat daarvan voldoende is. En leg er dan vervolgens de manco's naast en zeg oké, okay, in die supplementen, zou ik nog meer kunnen vinden. Want dat ontbreekt een beetje mijn voedingspatroon. Ja. Ik denk dat je zal achterhalen dat voor verder weg de meeste mineralen en vitamines... je meer dan voldoende binnenkrijgt. Mm. En dat je maar weinig supplementen nodig hebt. Je kan een keer bloedtest doen. En dan kijk je naar de belangrijkste vitamines waarvan tekorten kunnen bestaan. Om te zien of daar misschien toch extra ondersteuning voor nodig is. Dat is denk ik de manier om dat te onderbouwen. En dan kan je gericht supplementen uitkiezen... En zorg je ervoor dat je zo min mogelijk geld besteedt aan overbodige ja. middelen. Hoe kunnen de consumenten de kwaliteit van supplementen zelf beoordelen? Om te weten waar ze het, het beste kunnen aanschaffen. Ik geloof wel dat er bepaalde keurmerken of licenties nodig zijn. om supplementen in, in sommige schappen te kunnen leggen. Dus dat er een soort van garantie zit op dat de inhoud overeenkomt met het label. dat daar ook op getest wordt. Ja. Ik weet dat de dopingautoriteit testen doet om te kijken of bepaalde supplementen niet verontreinigd zijn met een klembutyrol of anabolische steroïden. Of dat daar niet andere ingrediënten in zitten die ervoor zorgen dat de claim die op het potje staat ook echt bereikt wordt. Maar dan niet met de ingrediënten die op het label staan, maar de hidden supplements. Maar hoe je dat zelf kan testen, ik geloof niet dat dat heel makkelijk is om te doen. Dus ja. ik denk dat je vooral moet kijken naar: uh, uh, kan ik van een bepaald merk of type supplement online vinden of daar. Uh, Waar onderzoek naar is gedaan, of dat daar een bepaalde garantie op gegeven wordt dat de inhoud klopt. Met bekende keurmerken of betrouwbare keurmerken. En dan zou je op die manier kunnen aannemen dat supplementen oké okay zijn. Ik geloof overigens niet dat er nou zo'n bijste groot verschil is tussen alle, allerlei verschillende soorten creatine die je op de markt kan vinden. Nee, creatine niet inderdaad. En dat, eh, of dat de vitamine D van, uh, van de Lamberts uh, zo heel veel beter is dan van Davitamon. De Ik denk eigenlijk dat die van de kruidvat ook wel goed is. Wanneer je overweegt om een voedingssupplement te gebruiken, is het belangrijk om eerst te kijken naar je dagelijkse voedingsinname en te bepalen of je niet misschien al voldoende voedingsstoffen uit je dieet binnenkrijgt. Als dat zo is, heb je ze niet eens nodig. En dan is het zonde van je geld. Als je dieet niet voldoende bepaalde voedingsstoffen bevat. Kan het supplement helpen om bepaalde tekorten bij te vullen? Het is echter wel cruciaal om voorzichtig te zijn bij het nemen van hoge doseringen van bepaalde voedingsstoffen. Vooral vetoplosbare vitamine. Dus denk dan bijvoorbeeld aan vitamine A, vitamine D, vitamine E en vitamine K. of mineralen zoals ijzer. Dit kan als het ophoopt in het lichaam als giftig worden bevonden, of dan wordt het als gif voor je lichaam en dat heeft een negatieve bijwerking natuurlijk. Dus pas ermee op dat je niet hoge doseringen van bepaalde supplementen binnenkrijgt. Bovendien kunnen de ADH's variëren voor bijvoorbeeld specifieke bevolkingsgroepen, zoals denk aan zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met een medische aandoeningen. In deze gevallen kan een gezondheidsprofessional je wel adviseren over de juiste supplementen en doseringen die passen om je individuele behoefte. En omstandigheden goed inschatten. Al met al kan je dus niet zomaar supplementen gaan verkopen in Nederland. Het lijkt allemaal heel makkelijk, aangezien elk supplementenbedrijf tegenwoordig uit de grond schiet. Uh, alleen wat belangrijk is om te weten, is dat er best wel strenge regelgeving voor is. en dat de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. <laughs> en wat goed is om te weten, is dat de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. je goed op de broek zit bij de meeste supplementenbedrijven. Dus er wordt ook vaak gecheckt of die supplementen wel voldoende uh, ...gezond zijn en of die doseringen ook kloppen. Ik had een tijdje betaline losgekocht. Ja. En ik denk dat ik er toen veel van nam of zo, maar ik kreeg niet per se tinteling, maar ik werd heel misselijk. Ik, ik maakte altijd mijn eigen pre-workout cocktails, dus ik gebruik heel veel betaline. Dus wat er gebeurde is uh, dat ik er zoveel had gebruikt... ...dat ik gewoon zo misselijk werd, dat heb ik één keer meegemaakt. We waren in Duitsland en hadden we samples gekregen en uh, ik zou hem ook gebruiken, maar een maatje kwam me ophalen. En die kreeg het helemaal warm, vlek in zijn gezicht en dit en dat. Aan het begin wist ik niet dat het zo erg ging tintelen. Ja. Dus ik dacht, uh, Steek mij nou op. Dagcreme, dagcreme was niet goed of zo, weet ik veel. En dan nu, pre-workout. Vaak wordt pre-workout gezien als een supplement, maar dat is het eigenlijk niet. Maar dat heeft ermee te maken met dat het eigenlijk toch al onder de categorie van poeders valt. Nou, pre-workout is in principe een middel wat gebruikt wordt om je training naar een hoger niveau te tillen. In principe heeft pre-workout vier hoofdingrediënten. We hebben de cafeïne, de beta-alanine... Arginine en citruline. Natuurlijk zitten er nog heel veel andere kleine minimale stoffen in. Alleen eigenlijk wordt er vaak gekeken naar die vier producten. Cafeïne. Wat doet cafeïne nou precies? Nou, we kunnen cafeïne natuurlijk herkennen voor het middel wat eigenlijk in koffie of thee of in nou, energiedrankjes zit. Cafeïne zorgt eigenlijk ervoor dat je scherper bent. Uh, wat het eigenlijk doet, is het uh, heeft effect op je neurotransmitters. Waardoor je dus minder snel uh, vermoeid raakt. Je houdt een soort van je lichaam voor de gek en je wordt er scherper van. Vaak wordt het ook gebruikt bij bepaalde studies. Uh, of als je ja, aan het studeren bent bijvoorbeeld, omdat mensen er gewoon een stuk scherper van worden. Nou, wat het nadeel is van cafeïne is dat als je op een te laat moment op de dag... Een nog een hogere dosering cafeïne binnenkrijgt... kan het zo zijn dat je s'avonds moeilijker in slaap komt... omdat je dus nog die focus, die scherpte hebt. En het ding is ook dat cafeïne heeft invloed op je hart. Het zorgt ervoor dat je hartslag eigenlijk omhoog gaat en niet met een de hoeveelheid. Echter wordt er wel aanbevolen dat voor een volwassen man... Er niet meer dan 400 tot 500 milligram cafeïne op een dag wordt geconsumeerd. En voor een volwassen vrouw niet meer dan 300 tot 400 milligram cafeïne op een dag wordt geconsumeerd. Nou moet ik er wel even heel groot in letters op de zijkant bijzetten dat cafeïne heel erg afhankelijk is per persoon. De ene kan er heel erg snel last van krijgen dan de ander. Ik kan bijvoorbeeld s'avonds ook om 8 uur nog een scoop nemen en om 11 uur prima slapen. En anderen die kunnen s'middags een bakje koffie drinken en s'avonds nog steeds stuiterend in bed liggen. Dat is gewoon puur de resistentie per persoon en dat is dus heel erg persoonsafhankelijk hoe goed jij kan gaan op of tegen cafeïne. Het tweede ingrediënt, wat ook wel belangrijk is bij pre zodat we hem lekker voelen, is beta-alanine. Beta-alanine is eigenlijk een vorm van aminozuren en dit zorgt eigenlijk voor dat tintelende gevoel binnen een pre -workout. De reden dat het tintelt is dus omdat ons lichaam eigenlijk niet gewend is aan de hoeveelheid beta-alanine die we binnenkrijgen. Al zou je beta-alanine op een juiste hoeveelheid willen doseren, zou je het eigenlijk vier keer de dosering per dag of verdeeld over de dag moeten nemen als wat je nu pakt in een pre-workout. De gemiddelde pre-workout bevat ongeveer 2,5 tot 3 gram betalanine per dosering. Maar wat doet betalanine nou eigenlijk? Betaalanine, zoals ik al zei, is een aminozuur, wat er dus voor zorgt dat eigenlijk de verzuring wordt uitgesteld of verdoofd. Daarom gaat het tintelen bij je huid, omdat het ervoor moet zorgen dat jij de pijn niet voelt in je spieren als die verzuring aankomt. Dus in principe is het een mooi middel. Alleen als jij merkt dat jouw trainingen benadeld worden door dat tintelende effect, zou ik zoeken naar een pre-workout zonder beta-alanine. Dan ingrediënt 3 en 4: arginine en citruline. Arginine en citruline zijn allebei uh, ook een aminozuur, net als dat beta-alanine dat is. Uh, alleen deze zorgen vaak meer voor de pomp. Uh, citruline is in de afgelopen jaren heel populair geworden en ook een duurder product. Dat is ook een van de redenen waarom pre-workout de afgelopen jaren wat duurder is geworden. Uh, en wat het eigenlijk doet is het verbetert de uh, afvalstofafvoer binnen je bloed en verrijkt het zuurstofrijke gehalte binnen je uh, bloed. En het stikstofgehalte wordt ook uh, bevorderd daardoor. Uh, en dit zorgt eigenlijk voor een betere doorbloeding nou ja, in de spier. Um, en verder uh, wordt het ook best wel grappig als medicatie soms voorgeschreven aan mensen met uh, hart- en vaatziekte, lage bloeddruk of mensen met een erectiestoornis omdat het juist zorgt voor de pomp. Dus, um, nou ja, en arginine en citruline valt bijna aan hetzelfde straatje. Uh, arginine was eerst een beetje de old populaire, het oldschool populaire ingrediënt. En citruline is wat tegenwoordig best wel heel erg populair is. En uit wetenschappelijk onderzoek is dus gebleken dat citruline beter werkt voor een pomp dan dat arginine dat doet. Want in principe wordt in je lichaam citruline omgezet in arginine. En als je arginine dus puur suppleert, wordt het minder goed opgenomen. De aanbevolen doseringen van de... Ingrediënten die ik heb benoemd zojuist, dus van cafeïne zou ik zeggen zoek een pre-workout waar maximaal 250 milligram tot echt max 300 milligram uh, cafeïne per dosering in zit. Beta-alanine dus tussen de 2,5 en 3 gram, dus 2500 en 3000 milligram. En met arginine zou ik zeggen rond de 5 gram en citruline rond de 8. Gram. En de reden dat de meeste pre-workouts eigenlijk euh, nou ja, zogenaamd niet goed zouden zijn, is omdat ze vaak niet voldoen aan die pompformule. En dat heeft ermee te maken met dat de ingrediënten zoals citruline vaak het duurste zijn. En de meeste potjes pre-workout of de meeste doseringen zijn ongeveer 10 gram. En daar past dat eigenlijk allemaal niet in. Dat het en lekker moet smaken, en je moet 3 gram beta en 8 gram citruline, en 5 gram arginine. Dus je kan bijvoorbeeld ook je eigen cocktails gaan maken. Alleen pas wel op met die doseringen. En dan de ingrediënten van pre-workout. Pre-workout, ja. uh, je bent ermee bekend waarschijnlijk. Ja. is best wel een uh, populair middel de afgelopen jaren. Ja. Uh, het is ook een, uh, een pre-blend. Dat zijn eigenlijk een samenvoeging van verschillende ja. ingrediënten. Ja. En eigenlijk zijn er vier hoofdingrediënten die vaak uh, de rol spelen bij pre-workout. Uh, nou, we beginnen met de belangrijkste die we allemaal wel kennen. cafeïne. Ja. 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 Um, is dat schadelijk voor je? Nou, ik denk het. Kort door de bocht? Nee, dat denk ik niet ik denk dat de meeste ingrediënten dat daar best wel een uh, theoretische gedachte achter zit en dat zijn de supplementen die je nodig hebt voor op dat moment goed presteren de aminozuren die je nodig hebt om om spiermassa te bouwen en cafeïne voor een klein beetje extra energie ik denk dat dat niet schadelijk is ja. um, en ik denk dat dat ook best wel een, een stimulans kan zijn om meer uit je training te halen er wordt natuurlijk ook wel uh, met pre-workouts soms evadrine bedoeld of T3 met citomel uh, dus daar wordt soms nog wel eens de, de term pre-workout is ook wel breder dan wat ja de, maar de als wij aan de de pre-workout denken dan denken we aan zo'n potje ja. wat je ja. kan te kopen ja. zeg maar mm. schadelijk nee dat denk ik niet mm. oké okay. en wat zou jij als maximale hoeveelheid milligram cafeïne uh, dosering Aanbevelen. Dus wat is een beetje de maximum wat je op een dag uh, mag hebben. Hoeveel zit in jouw pre-workout? Uh, nou, in de gemiddelde pre-workout zit 250 tot 300 milligram cafeïne ja, in. Ja. Dat is de aanbevolen maximum dagdosering. Ja, ja, maar dat 300 milligram zou ik als bovengrens houden. Oké. Okay. En dat is natuurlijk ook uh, te veel cafeïne. Of dat nou echt heel schadelijk is, volgens mij is daar nog niet het laatste woord over gezegd. Nee. Maar het kan natuurlijk wel klachten geven. Slapeloosheid, hartkloppingen. En is dat dan schadelijk? Nou, misschien niet, maar wel vervelend. Ja. Uh, en 300 milligram is een beetje de tolerabele bovengrens van wat je mag innemen op een dag, waarvan we kunnen aannemen dat dat in ieder geval op dat niveau niet al te veel klachten geeft of gezondheidsnadelen. Ja, en um, het is natuurlijk heel erg uh, verschillend uh, per persoon qua cafeïne-resistentie, ja. Uh, uh, ja, uh, oh. om ja. maar zo te zeggen. Ja. Um, wat zou je bijvoorbeeld adviseren aan mensen die nou ja, al heel gevoelig zijn als ze een bakje koffie hebben gedronken? Zou je dan zeggen van, dan kun je beter geen ja. pre-workout nemen? Nee, dat denk ik niet. Ja. weet ik niet of dat wel, uh, zeker als het standaard doseringen zijn, of je, ja. dan, uh, of je dan niet uh, te gek wordt van pre-workout. Ja. Dat het een soort overshoot is. Oké. Okay. Nou, dan het uh, tweede van de vier ingrediënten van pre-workouts, uh, beta-analine. Meer ja. uh, ben ben daar bekend ja. Mee? Met het, nou, wel, het, ja. ja, nou ja, dat zorgt vaak voor het uh, tintelende gevoel. Ja. Uh, is dat schadelijk? Want mensen krijgen er vaak tintelend gevoel van vinden het niet altijd heel chill. Ja. Nee, volgens mij niet, maar ik ken de, de, de details van, uh, van beta-alanine. In het onderzoeksverband ken ik niet goed. Hm. Dus daar zou ik niet zo goed weten. Oké, okay. dan hebben we nog arginine en citruline. beetje ja. hetzelfde ja. effect, want dat verrijkt het, uh, ja. uh, als ik het even goed zeg, het stikstofgehalte in de ja, bloed. Uh, ja. Afvalstoffen worden goed afgevoerd, uh, zorgt ja. voor de pomp. Ja. Um, meestal wordt daar uh, de, de meeste gemiddelde aanbevolen dosering, waar uh, citruline is ongeveer 8 gram en arginine 5 uh, gram. Hm. Um, is dat schadelijk voor je? Nee. Want ik heb mezelf wel eens een paar keer op internet gelezen dat arginine soms ook uh, voorgeschreven kan worden voor mensen met um, uh, bepaalde ja spierziektes bedoel je denk ik uh, ja maar ook met uh, erectieproblemen omdat ah, het zeg maar ja. zorgt voor de pomp ja, ja. een andere pomp ja, <laughs> ja precies. Ja, want zijn er bijvoorbeeld bepaalde nou, onderzoeken uitgebleken dat dat uh, positieve effecten heeft uh, voor bepaalde... Nee, dat ik, ken. Nee, dat ik ken, ik weet dat zelf of uh, dat arginine ook iets met productie te maken kan hebben. Okay. Arginine is een van de prikkels voor, uh, voor productie. Dus in die zin, hè, theoretisch, want ik weet niet of dat leidt tot een dermate hoge productie dat dat merkbaar is in bloedwaardes of dat het leidt tot betere prestaties. Mm -hmm. Maar daar zit wel wat theorie achter. Maar of dat zich echt vertaalt in betere prestaties in de sportschool, dat zou ik je niet eh, met zekerheid kunnen vertellen. Een trend die wij zien in de afgelopen jaren is dat onze doelgroep, jullie natuurlijk, ook steeds kritischer wordt op pre-workout. De oude potjes waren meestal rond de 300 gram per potje en nu gaan ze zelfs al over naar een halve kilo. En het heeft ermee te maken met, zoals ik al eerder aangaf, dat die scoops van die pre-workout eigenlijk groter moeten dan dat ze zijn. Want de gemiddelde pre-workout bevat ongeveer maar 2 of 3 gram citroïne, terwijl dat je er 8 nodig hebt. En nou ja, dan kom je al bijna neer op een halve way lepel. Um, alleen citruline is juist een duurder product. Dus wat je vaak ook ziet, is dat de scoops, de doseringen van priorcoud, groter worden. Nou is dat niet per se slecht, zolang de hoeveelheid cafeïne hetzelfde blijft. Want dat is de reden waarom je vaak last hebt van slaapgebrek s'avonds. En je wil niet dat het je rust beperkt. Waar je dus op moet letten, is dat de dosering citruline hoger is dan voorheen. En de dosering arginine. Beta-alanine zou ik, zoals ik al eerder aangaf, niet meer dan 3 gram in een dosering doen. Als dat wel zo is, stijg je waarschijnlijk de tent uit van de tintelingen. Maar ja, de een vindt het lekker en de ander niet. Stel dat je nou een pre-workout wil kopen en je denkt van joh, welke moet ik nou hebben? Nou, we hebben het al eerder gehad over de doseringen. Zoals ik al zei, 300 milligram cafeïne, 3 gram beta-alanine, 5 gram arginine en 8 gram citruline. Al vind jij een pre-workout die precies die doseringen heeft, mag je naar mij doorsturen want dan koop ik hem gelijk... Alleen vaak kan je niet altijd 6 gooien. Meestal wordt er toch in die citruline en arginine dosering wat verminderd. Dus meestal zie je dus dat als citruline 8 gram heeft, is arginine 1 of 0 gram. Uh, of met arginine, als dat wel 3 of 4 gram is, zie je dat citruline aanzienlijk minder is. Um, dus ja, waar je dus op moet letten is dat er een goede stimulant in zit. Dus de cafeïne voor de focus, ongeveer 300 milligram. De betalanine voor de tinteling. Als je dat fijn vindt, vind je dat niet fijn, moet je er eentje zonder nemen. Dus non-stimulant. Uh, en de arginine en citruline moet ook hoog genoeg zijn voor die goede pomp tijdens het trainen. Want daar is juist ook het effect van het trainen het nut voor. Omdat je dan een betere doorbloeding hebt van de spier. Waardoor je dus beter kan trainen en meer prestaties kan leveren. Tot slot, wij gaan niet iemand een kant op sturen welke pre je wel of niet moet kopen. En ook niet de ene pre is de ander zijn favoriet. Dat heeft ermee te maken met dat nou ja, het lichaam reageert anders op bepaalde middelen... Dus zoek een pre-workout die bij jou past. Overschrijd de dagdoseringen niet. Ook een hele logische, maar wel belangrijke tip. Um, en kijk naar wat voor jou chill is en wat goed werkt. Uh, en nou ja, aan de hand daarvan kan je dan een pre-workout nemen. En ik zeg ook altijd, zolang een pre-workout jouw rustperiode, dus je slaap, benadeelt, zou ik eerder geen pre-workout nemen, omdat je er dan beter uh, op progressie op lange termijn uh, van gaat merken. In plaats van dat je wel pre-workout neemt. Dus denk ook vooral aan je rust en beperk je slaap niet. Kleine disclaimer. Waar ik jullie wel even voor wil waarschuwen is voor de mensen die eventueel gevoelig zijn voor cafeïne. Om te gaan beginnen met pre-workout. En waarom? Is, en hoe kan je dat herkennen? Is dat als jij dus bijvoorbeeld een kopje koffie drinkt of je neemt een energiedrankje en je begint daar heel erg van te stuiteren... Dan kan je dus eigenlijk al aan jezelf merken dat jij heel erg hyper reageert op cafeïne. Zoals ik al eerder aangaf, cafeïne is voor het een niet het ander. Bij de een reageert ze harder, veel harder op, omdat er, nou ja, de hartslag verder omhoog gaat dan bij de ander. Dus merk jij dat je cafeïne gevoelig bent? Begin dan eigenlijk liever niet aan priorokaut. Doe je dat wel? Zoek dan of eentje zonder cafeïne. Of pak een kwart dosering, omdat dat meer in de richting zit van een kopje koffie. Want als je een hele dosering neemt, staat dat ongeveer gelijk aan 6 tot 8 pakjes koffie. En het laatste wat wij willen is dat jij bij wijze van spreken in het ziekenhuis komt te liggen met, een, uh, nou ja, met hartkloppingen. Dus wees alsjeblieft verstandig, volg de dagdoseringen op en overschrijd die niet. Nou, dan nog de prijs van een pre-workout. Um, het is de afgelopen jaren is aanzienlijk duurder geworden. Zoals ik ook al aangaf is citruline ook een ingrediënt wat vrij prijzig is geworden. Grondstoffen zijn al eenmaal duurder geworden. Um, dus ik ga nu weer even een hele kleine cliché opmerking tussendoor gooien. Wil je nou nooit meer te veel betalen voor jouw pre-workout of überhaupt jouw supplementen? Download dan de Sportpoeder app. Hoe meer mensen via ons bestellen, hoe hogere kortingen wij voor jullie kunnen eisen en hoe voordeliger dat voor iedereen is. Dus stel uit je voordeel. Dan het volgende onderdeel, whey. Wordt vaak gezien als supplement, maar is eigenlijk een voedingsvervanger. Whey komt van de naam wij en dat is eigenlijk dus een overblijfsel van uh, zuivelproductie. Dus denk als er kaas, melk of kwark wordt gemaakt, blijft daar een bepaalde restant van over. Uh, dat wordt uiteindelijk gedroogd en dat is heel rijk in eiwitten en dat wordt dus eigenlijk in poedervorm gemaakt. Uh, en daar wordt dan je whey van gemaakt. Voegen ze voegen dan nog wat smaak- en kleurstof aan toe. En dan heb je in principe whey. Nou, wat is whey precies? Whey uh, is eigenlijk een hele hoge pure vorm van eiwitten. Je hebt drie soorten whey. Uh, je hebt bij concentraat, isolaat en hydrisolaat. Meestal is het zo dat bij whey concentraat dat er ongeveer 80% puurheidsvorm van de eiwit is. Uh, bij isolaat ongeveer 85% tot 90%. En bij hydrisolaat tussen de 90% en 95%. verschilt een beetje per merk. Uh, kan je wel eerlijk zeggen dat wij als hobby-sporter gewoon prima overweg kunnen met uh, normale whey-protein of uh, wij-concentraat. Whey nou ja, zoals we weten is uh, eiwitten is een van de drie belangrijkste uh, macronutriënten voor het lichaam. Sterker nog, er zijn twee essentiële macronutriënten. We hebben eiwitten en vetten. En eiwitten is natuurlijk goed voor de spieropbouw. Natuurlijk zijn die andere twee macronutriënten ook vrij belangrijk, alleen daarvoor nemen wij whey. Nou, is whey schadelijk? Uh, absoluut niet. Uh, sterker nog, er wordt door de, door de voedselautoriteit uh, aangeraden dat er minimaal uh, 0,8 gram per kilo lichaamsgewicht als volwassenen wordt geconsumeerd. Uh, in Nederland eten wij vrij eiwitarm, dus zou zo'n whey uh, een goede toevoeging kunnen zijn aan je dieet. Echter is wel goed om te benoemen: whey is geen heilig product. Het is gewoon een middel om aan je eiwitten te komen. Waar moet ik op letten? Als ik Way wil gaan kopen. Nou, in principe maakt het niet zo heel erg uit waar je de Way haalt. Uh, de meeste bedrijven hebben het niet meer. Maar in de afgelopen jaren nou had je soms wel eens dat er heel veel suiker zat in een bepaalde Way. Uh, mits jij dus niet te veel suiker binnen wil krijgen, zou ik inderdaad daar een beetje op letten. Maar door de kritische doelgroep die wij zijn, is dat ook al enigszins aangepast. Um, je hebt natuurlijk ook tegenwoordig een nieuwe variant, dat heet de Clearway of de Isoclear. Um, dat is ook een nieuwe variant van Way. Um, en het voordeel daarin is, is dat het dus lactosevrij is. Wat vaak voorkomt bij ons als gymrats, omdat wij dus gaan sporten, uh, kan het dus zo zijn dat wij uh, sneller acne kunnen ontwikkelen. Het heeft ermee te maken met dat je eigenlijk meer hormonen gaat produceren door middel van de zware krachttraining die wij leveren. En in whey, of eigenlijk in zuivel, dus ook kaas, ook kwark, zit de stof IGF-1. dus insulin growth factor 1. Dat is niet kwaadaardig of wat dan ook. Alleen dit kan dus zorgen voor hormoonschommelingen, waardoor je dus ontstoppingen in je talglieren kan krijgen. Dus acne. Kortom, mocht jij last krijgen van huidproblemen, en dit zal iets vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen, kan je ervoor kiezen om bijvoorbeeld voor een whey te gaan, of een lactosevrije whey of een vegan protein. Wat wel even goed is om te vermelden, is dat de kwaliteit van eiwitten van veganistische producten, dus het aminozuurprofiel, minder goed aansluit op dat van mensen als dierlijke eiwitten. Dus vaak zien we ook dat uh, veganisten ongeveer anderhalf gram meer eiwit uh, of anderhalf keer meer eiwit. Uh, binnen moeten krijgen dan iemand die zijn uh, eiwitten uit natuurlijke dierlijke bronnen haalt. Uh, het kan natuurlijk wel, alleen het is natuurlijk wel een iets prijziger hobby. Maar dat zijn eigenlijk de dingen waar je op moet letten als je dus whey gaat aanschaffen. Moet je gelijk na trainen een eiwitshake nemen omdat anders die eiwitten niet goed geabsorbeerd worden door het lichaam? Het antwoord is natuurlijk nee. Het maakt in principe niet heel veel uit wat jouw timing is qua eiwitten. Dus niet eens een shake, maar gewoon überhaupt eiwitten. Uh, omdat jouw lichaam het eigenlijk verwerkt in de loop der dagen. We moeten het zo zien. De gemiddelde eiwitsynthese duurt ongeveer 48 tot 72 uur. Het verteren van je maag, dus voordat zeg maar, een broodje tot aan de achterkant er weer uitkomt, duurt ook soms dagen. Uh, dus, natuurlijk, timing van eiwit heeft een klein percentage effect. Uh, maar niet zodanig dat je er niet van groeit. Het belangrijkste is gewoon dat je 2 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht binnenkrijgt. Uh, en nou ja, dat eigenlijk gewoon op basis van elke dag binnenkrijgt. Maar, dokter. Creatine, wat, wat, uh, is dat goed voor je? Uh, creatine is niet slecht voor je. Het is, uh, ja, nee, dat, is, uh, dat, best... dat in ieder geval uitsluiten. Ja, het, is, het, wordt, uh, wordt, uh, uh, het wordt natuurlijk gewoon uh, verkocht uh, op dezelfde plek waar alle andere supplementen verkocht worden. Maar in tegenstelling tot veel van die supplementen is er goed wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van creatine. Het is effectief, dus het leidt ook echt tot het opbouwen van meer spiermassa. Het heeft wel wat bijwerkingen. Sommige mensen krijgen de hoofdpijn van of obstipatie, dus het heeft wel wat effecten. Um, en in tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is het niet slecht voor de nierfunctie. Het vertekent de bloedwaarde in het bloed die je nodig hebt om de nierfunctie te schatten en geeft de indruk dat de nierfunctie dan slechter is, maar dat is niet zo. Dus dat is een ja, confounding variable of een interactie, maar de nierfunctie zelf wordt niet aangetast. Um, Nee, dus de, dat, is, dat is helemaal veilig. Zelfs, uh, zelfs, nou, zelfs De dopingautoriteit is ook altijd heel erg uh, kritisch op supplementen. Dan kijkt natuurlijk ook naar wat is performance enhancement en, en wat niet. En creatine is, uh, vinden zij ook acceptabel, veilig en toestaan. Creatine ja. moet je laden, van creatine word je kaal en creatine moet je cyclen. Zijn allemaal fabels. Alleen vandaag gaan we het even hebben over creatine. Wat wel en wat niet werkt. Creatine is een lichaams-eigen stof. Je lichaam produceert er ongeveer 1 gram per dag aan. Uh, en als krachttrainer hebben wij ongeveer 5 gram per dag nodig. om onze krachttrainingen te kunnen leveren. De scheikundige formule voor creatine in het lichaam luidt als volgt: CF, creatine-fosfaat. plus ADP, adenosine-difosfaat. is ATP, adenosine-trifosfaat. In principe heeft je lichaam genoeg. ADP, alleen die CF, creatine, om die formule samen te kunnen krijgen, daar heb je dus tekort aan. Dus daarom suppleren we het. En ATP, dat is eigenlijk je energiereserves die jij gebruikt bij het trainen. Uh, en vaak zien we dus, uit de wetenschap is dus ook gebleken, uh, dat creatine tot ongeveer 10% krachtbevordering kan leiden. Creatine heeft een hoop faal als het rondgaat de afgelopen jaren. Wij proberen het zeker te ontkrachten. Um, dat je kaal wordt van creatine, dat is niet waar. Um, dat heeft te maken met een bepaald onderzoek. wat ooit in Amerika is geweest. een paar jaar geleden. bij bodybuilders. die gebruik maakten van anabolische steroïden. Eén ding kan ik je wel zeggen. kaalheid is puur een factor van genetica. Sterker nog, van trainen. kan je überhaupt kaal worden. Dus niet om je bang te maken, maar dat. Verder, de laadfase van creatine. zie ik eerder als een vorm van consumptiemarketing. Uh, en dat heeft ermee te maken met dat het percentage. wat jij. Uh, extra aanzet aan spiermassa, of in ieder geval vocht wat je gaat vasthouden door die creatine, is zodanig klein dat het je geld eigenlijk niet waard is. Dus die laadfase is eerder zodat je weer sneller gaat aanschaffen. Dus gewoon 3 tot 5 gram per kilo lichaamsgewicht tot aan de kist. Merk je dat je meer uh, creatine kan consumeren, zou je kunnen uitgaan van een ongeveer een vuistregel van 1 gram per 10 kilo lichaamsgewicht. Wat goed is om te weten is dat creatine uh, zorgt voor vocht vasthouden. En dat is niet het vocht waar de meeste vrouwen bang voor zijn, maar dat is vocht wat in je spieren vastgehouden wordt. Dus dat is vetvrije massa. Dus creatine is juist beter, ook tijdens het droogtrainen. Dus je moet niet tijdens het droogtrainen gestopt met creatine, omdat je juist zwakker wordt en is de kans op spierverlies ook groter, omdat je minder energie in die spieren hebt. Want die ATP zorgt er juist voor dat jij die zware krachttrainingen kan doen. Dus daar is creatine ook heel erg belangrijk voor. Er wordt ook vaak gezegd dat je geen creatine meer gaat aanmaken in je lichaam. In principe klopt dat wanneer je dat gaat suppleren. Alleen, zoals ik al eerder aangaf, die ATP zorgt er dus voor... dat jouw arm überhaupt kan bewegen. Zou je geen creatine meer in je lichaam aanmaken, dan kan je niks meer. En dus je lichaam is slim genoeg om creatine weer zelf aan te gaan maken... wanneer er dus een tekort aan is. Dus wanneer je stopt, stopt met het suppleren van creatine... Gaat je lichaam het dus weer opnieuw aanmaken? Het voordeel is dus, als je creatine gaat suppleren. Ga je dus een meer grotere dosis ATP aanmaken. Daarbij zijn er ook voordelen voor cognitieve functies. Er zijn ook bepaalde onderzoeken die hebben aangetoond. Dat het een verbeterde effect heeft op je hormoonhuishouden. Het heeft ermee te maken met dat je lichaam zich niet hoeft te focussen op het aanmaken van creatine. Kan het zich focussen op het regenereren van andere aminozuren? Dus creatine is gewoon het best bewezen fitness supplement wat er is. Creatine is zelfs ook al aanbevolen voor mensen die niet aan krachttraining doen. Uh, en het heeft ook op lange termijn juist positieve effecten. Buiten dat het ook uh, bijdraagt aan een gezonder lichaam, heeft het ook cognitieve bijwerkingen op positief vlak. Dan tot slot de vitamines. Nou, dit valt natuurlijk ook onder de categorie supplementen. En vandaag gaan we het even hebben over welke supplementen jij wel en niet nodig hebt. En daarom heb ik een kleine samenstelling gemaakt van welke ik zou aanbevelen uh, op basis van een zijnde. Supplementen die je nodig hebt uh, op dagelijkse basis, die ik zou adviseren buiten creatine om, is bijvoorbeeld magnesium. En dan voornamelijk voor de dames magnesium bisglycinaat. Uh, dit kan ook bijwerkingen, uh, of positieve bijwerkingen hebben voor menstruatie, bijvoorbeeld. En ook juist in rust. Uh, dit is ook een van de beter bewezen vormen uh, van magnesium. Uh, daarbij zou voor de heren zink een mogelijkheid zijn. Uh, het heeft ermee te maken met dat bij de meeste mannen toch wel een zinktekort is. En er is een klein verband tussen zink en natuurlijk testosterontoename. Uh, dus je zou bijvoorbeeld een combinatie kunnen nemen van zink, magnesium en calcium. Uh, daarbij zou ik een andere vitamine die ik zou aanbevelen is als je niet genoeg vette vis binnenkrijgt. Uh, de omega-3 natuurlijk. Let wel op dat er een gefilterd is. Um, dus je hebt bijvoorbeeld bepaalde bedrijven die hebben geen gefilterde uh, omega-3. Uh, en dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken. Met dat de vissen uh, die, waar normaal die omega-3 uit komt, die uh, halen het uit algen Want in principe komt omega-3 uit alg. Uh, en de vissen die, uh, die gekweekt worden, die krijgen dat niet te voeren. Dus dan heb je dus in principe dat je eigenlijk omega 3 aan het slikken bent waar dus niet omega 3 in zit. Daarbij nog een andere goede aanbeveling is vitamine D3 plus K2. Uh, waarom zeg ik de plus daartussen? Uh, je hebt die twee samen nodig om het goed op te kunnen laten nemen. En dit zijn vaak uh, nou ja, vetten uh, die je niet genoeg binnenkrijgt uit voeding. En dat zou een goede toevoeging kunnen zijn. Verder zijn er een hoop uh, andere vitamines overbodig. Uh, omdat wij ook al best wel een eiwitrijk dieet hebben als gymrats. Um, en daarom ook bijvoorbeeld BCA's heb je ook totaal niet nodig. Um, omdat die zitten bijvoorbeeld ook al in je shake. Of als je al um, nou ja, eiwitrijk en gevarieerd eet. krijg je ook al genoeg aminozuren binnen. Dus ja, dat was hem eigenlijk voor de vitaminesupplementen. Dus al met al, alles samengevat. Het gebruik van supplementen kan een waardevolle toevoeging zijn aan je sportroutine. Maar het is belangrijk om met verstand te handelen. en goed geïnformeerd te zijn voordat je een besluit. Om ermee te gaan beginnen. Blijf ook realistisch. Verwacht geen wonderen van supplementen. Ze kunnen je ondersteunen bij het bereiken van je doelen. Maar consistentie, toewijding en goede trainingsroutine blijven de sleutel tot succes. Het is belangrijk om te onthouden dat supplementen geen magische oplossingen zijn. En ze kunnen waardevolle hulpmiddelen zijn. Maar het fundament van je succes, je inzet, je toewijding en een gezonde levensstijl begint toch echt bij jezelf. Dus luister naar je lichaam en wees wijs in je keuzes. Dit was onze documentaire over pre-workout, supplementen en voedingsvervangers zoals whey. Vond je dit nou een leuke video? Laat even een blauw duimpje achter. Laat in de comments weten wat wij de volgende keer als onderwerp moeten behandelen. En bedankt voor het kijken. Klik op die abonneer knop en tot de volgende keer weer. Na het bekijken van de video heb je wellicht al gemerkt dat het vinden van de juiste supplementen voor jouw doelen soms een uitdaging kan zijn. Of misschien ben je nog zoekende naar een goede pre-workout of de juiste whey. Maar we hebben goed nieuws voor je. Binnen onze app, de Sportpoeder app, kun je nu de supplementen vergelijken met elkaar op basis van reviews van groeimaten uit de community. Deze functie is gebaseerd op echte reviews en ranglijsten, waardoor je de, door de hoogwaardige producten gemakkelijk kunt vinden die het beste passen bij jouw behoeften en doelen. En daar hebben we dus ook jouw hulp in nodig. Jouw mening en ervaringen zijn van onschatbare waarde. Als je ooit een supplement hebt gebruikt of besteld, zou het enorm waarderen als je binnen de app een review zou willen achterlaten. Elk woord telt, want hoe meer reviews we verzamelen, hoe betrouwbaarder de app wordt en hoe meer groeimaten uit de community we kunnen helpen bij het kiezen van het juiste product. Want niemand heeft zin om een kilo weight te bestellen die uiteindelijk smaakt naar je oma's schoenzool. Samen kunnen we de supplementenmarkt betrouwbaarder maken dan ooit tevoren. Dus laten we onze krachten bundelen en samenwerken om anderen te helpen de beste keuzes te maken op het gebied van supplementen. Jouw review kan het verschil maken en anderen begeleiden naar de producten die echt werken. Laten we samen de app tot een onmisbare bron maken voor elke sporter en fitnessliefhebber. En als je de tijd hebt om een review achter te laten, maak je kans op maar liefst 150 euro aan supplementen. En dat is niet alles, want we geven in totaal 10 keer 150 euro aan supplementen weg. Dus in totaal kans op 1500 euro aan supplementen. Dus download de app nu in de App Store of de Google Play Store. Ciao!